Oh, good morning. Dit is denk ik vandaag de eerste dag sinds 3-4 maanden dat wij een wekker hebben moeten zetten. Het is 6:00 ochtends nu, dus niet eens super vroeg. Wat wij vandaag gaan doen is met de boot van Bali naar Lombok. Om daar vervolgens 2 weken rond te trekken. We hebben 2 tassen hebben we laten opslaan in een locker. En met de andere 2 tassen gaan wij dus 2 weken rondreizen door Lombok. En gaan we allerlei leuke, superleuke dingen zien en doen. En we houden jullie op de hoogte. Voor nu is Sophie nog even de laatste dingetje aan het inpakken in de tas. Hoi. Goedemorgen. Wij zijn nu op ons toertocht op Lombok bezig. We zijn net aangekomen in een klein haventje waar we gaan kijken of we een bootje kunnen krijgen naar Gilinangu. Het is een super klein eilandje in het zuiden van Lombok. En we hebben net even gebeld en we zijn de enige toeristen op het eilandje, dus dat is wel heel grappig. Michiel is nu aan het onderhandelen over de boot. Dus ik ben benieuwd. Wij zitten hier op Gilinangu, een deserted island. We zijn de enige eilandbewoners. Oh joh, we hebben nog niet eens gedronken. Nee. Oké. We zijn de enige eilandbewoners en we zeiden tegen elkaar, echt zin in een lekker restaurantje, even goed eten. Ja. Dus wij gaan naar het enige restaurant dat dit eiland te bieden heeft. En die mensen zijn van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 9 uur open. Of het restaurant zo laat open. Maar wij zijn de enige gasten. Dus ze zitten al de hele dag op ons te wachten. Zijn ze open? Is er plek zo? Ja. We hebben inmiddels uitgevonden dat we niet... Je krijgt hier trouwens gerechten apart geserveerd. Dus ik moet nog wachten op mijn eten en Sophie kan al eten. Super lekker. Maar we hebben uitgevonden dat we niet de enige gasten zijn. We hebben nog niet op film kunnen krijgen. We zijn wel de enige betalende gasten. Maar er loopt hier nog een gast met ongeveer zo'n lange staart rond. Ik ben benieuwd wat hij van het menu kiest. Oh, hey. Oh, zag je hem gaan? Hij ging echt... Had je hem? Dwars door mijn beeld. Hè. Nice! Good morning, good morning. We zijn hier nog steeds op Gilinangu. Heerlijk geslapen. Best wel lang ook wel. Ik wilde jullie even het uitzicht laten zien waar wij wakker worden. Dat is fijn, of niet dan? We gaan nu een ontbijtje halen. En dan gaan we vandaag nog even snorkelen.
En dan is het tijd om terug te gaan naar het vasteland van Lombok. Waar we vervolgens naar Kuta gaan. We zijn net wakker geworden. We gaan nu lekker ontbijtje halen. En gaan daarna eens verkennen wat hier in de buurt is. De stranden schijnen hier super mooi te zijn. Het is echt een hele mooie dag. Ja, het is mooi. Strak blauw. Dus we kunnen eindelijk een keer op het strand gaan liggen en chillen. Yay. Eindelijk een keer chillen. Eindelijk een keer chillen. Wat doen jullie bij dat? We zijn nu op Mawoon Beach aangekomen op officieel het mooiste strand dat wij ooit gezien hebben. Het is echt turquoise blue, mooi strand, super mooie bergen eromheen. Er zijn even snel geteld 10 toeristen op dit strand. Er zijn 2 mannetjes heel chill te vissen. We hebben hier een lichtbedje voor 50 cent per stuk. We gaan straks een lekker currytje eten van... ik denk 2 euro. Sofietje ligt hier heerlijk te chillen. Ik heb net gezwommen. Golven zijn echt sick hoog en sick sterk als je in de branding zit. Echt leuk, wat mij betreft. Misschien een beetje gevaarlijk. Maar wel heel gaaf. Heel mooi. Kijk eens even naar deze drone shots anders. Leuk dat jullie weer hebben gekeken naar onze vlog. Wij vinden het steeds leuker. Hopelijk vinden jullie het ook steeds leuker. Vergeet niet te subscriben hier. Hier. Boop. Volgende week nemen wij jullie mee op een avontuur. Wat het hier kost om rond te komen in Lombok. Zeker. Later.